Hallo en welkom op het kanaal van Riri Roze Orakel. Fijn dat je er bent. Vandaag ga ik een legging doen voor het sterrenbeeld Maagd voor de komende maand. Ook bestemd voor het maanteken en ascendant. Kijk je voor het eerst naar een video van mij, welkom. Op dit kanaal doe ik intuïtieve algemene leggingen. Het is belangrijk dat je je eigen intuïtie raadpleegt tijdens het bekijken van deze video. En dat je zelf aanvoelt wat met jou resoneert en wat niet, dat je dat laat gaan. Goed, voor de maagd. Waar mag de maagd zicht op krijgen? Waar mag de maagd zicht op krijgen? De leidraad van deze legging, de Page of Pentacles, iets nieuws. Iets nieuws waar jij je focus op gaat leggen. Kan te maken hebben met werk of met een project, maar het zou ook zomaar te maken kunnen hebben met liefde of relaties. Andere relaties zoals vriendschappen, familie. We gaan eens kijken. Een lang gekoesterde droom zie ik hier. Een lang gekoesterde wens. Wat ik zie is dat je op zoek bent gegaan naar de balans in jezelf in de afgelopen tijd. En dat je bent gaan kijken naar al jouw, naar alles van jou. Naar jou in het geheel. Met andere woorden, je bent gaan kijken naar het donker en naar het licht. Waar ben ik trots op en waar ben ik niet trots op? En dat ben je gaan ontdekken. Dat ben je gaan omarmen. Ja. Dus dat nieuwe, die nieuwe energie die jouw leven binnenkomt, dat is iets wat je zelf hebt bewerkstelligd. Iets wat vanuit de liefde voor jezelf, zelfliefde die dus gegroeid is, vanuit daar trek je nieuwe dingen aan in je leven. Dus de band met jezelf heb je hersteld. En wat ik hier ook zie is, door die zelfliefde ben je er ook van bewust dat er een kracht in jou zit, een scheppingskracht, waarmee jij je eigen wereld kan creëren. Dat jij zelf verantwoordelijk bent, maar ook dat jij ervoor kan kiezen in wat voor wereld jij wilt leven. Hoe jij wilt dat jouw wereld eruit ziet. Echter, mag je
je openstellen voor hulp of voor samenwerking. Want wat ik hier zie is dat het geven en het nemen met betrekking tot anderen dus, dat daar nog meer balans in mag komen. Wat kan jij voor een ander betekenen en wat kan de ander voor jou betekenen? Zolang jouw focus ligt op liefde, kan je ervan op aan dat liefdevolle connecties jouw leven binnenkomen. En dat wat niet liefdevol is, dat wat niet resoneert met jouw liefde voor jouzelf, daar ga je niet mee in zee. Het gaat als vanzelf. Daar mag je op vertrouwen. Dat nieuwe wat je voor ogen hebt, daar ga je serieus achteraan. Daar ga je echt serieus je energie in steken. Het kan een nieuwe baan zijn, het kan een verhuizing zijn, het kan een ander nieuw project zijn, maar je gaat er met volle kracht ga je er op af. Vol vertrouwen. Je laat je niet afleiden door niemand. En maar ook hierin voel ik weer een beetje die energie van dat je het zelf en alleen gaat doen. Niemand vertelt, ik ga het allemaal zelf doen. En dat komt waarschijnlijk door ervaringen in het verleden. Waarin mooie tijden met anderen eindigden in minder prettige situaties. Waardoor het vertrouwen misschien minder is geworden in je medemens. Maar diep in je hart is dat toch wat je het liefst wil. Wij mensen hebben namelijk elkaar nodig. En deze ligt ook bij de hoop en de vrees. Aan de ene kant wil je dolgraag delen met anderen. Je plannen delen, je liefde delen, je aandacht delen. Je wilt dat delen. Samen doen. Maar dan wel met mensen die je voor een volle, nou, ik wilde zeggen 100%, dat is misschien te veel gevraagd, maar die je kan vertrouwen. Samen met mensen die je kan vertrouwen. Tegelijkertijd, want daar ligt bij de hoop en de vrees, is dat ook jouw angst. Door die ervaringen uit het verleden. Maar als je vertrouwt op die liefdevolle plek in jou. Als je je daardoor laat leiden, trek je vanzelf, want het hart is als een magneet, trek je vanzelf liefdevolle connecties aan. Leer daarop te vertrouwen, op je intuïtie. Jouw hart zal jou vertellen wie te vertrouwen is en niet. Luister naar je intuïtie. Want dan staat deze prachtige kaart bij de uitkomst. De Ten of Cups. Dit is een van de meest gelukkige kaarten als het gaat om familie, vrienden, connecties. Die ligt hier. Dus lieve maagd, je hoeft het niet alleen te doen. Vertrouw op je hart. Die vertelt jou welke kant je op mag en met wie. Am I willing? Ben ik bereid? Ben ik bereid? Je zit op het randje van iets. Je staat op het punt om iets groots te creëren.
Waarschijnlijk voel je dat al. Ja, het voelt als een risico. Onzekerheid, misschien zelfs falen. You must be brave and trust yourself. Ja, moedig zijn en jezelf vertrouwen. More than ever before. Je zal die droom verwezenlijken. Maar het is belangrijk dat je daarvoor jezelf vertrouwt. Gelooft in jezelf. En om verder te kunnen is het dus belangrijk om op een totaal ander niveau te geloven in jezelf en in je droom dan dat je voorheen ooit gedaan hebt. Deze zegt ook, be brave, follow your heart's compass, dus dat wat je hart jou vertelt, volg dat. En je zal je dromen werkelijkheid maken. It's possible. Het is mogelijk. Maar ben jij bereid? Ben jij bereid om het risico te nemen? Om anderen toe te laten in jouw leven? Op basis van wat jouw hart je vertelt? Of die richting op te gaan op basis op wat jouw hart jou vertelt. Ben je bereid om dat te doen? Het heeft allemaal te maken met het vertrouwen in jezelf, lieve maagd. Dit was jouw legging. Resoneerde het met jou? Laat het me weten onderaan de video. Kijk je voor het eerst en wil je vaker een legging zien, abonneer je dan, klik op het belletje, zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe video plaats. Dank je voor het kijken en graag tot de volgende keer.